Kent u die, van die brug in Elst? Laat er geen doekjes omwinden. Er is een fout gemaakt. En dus komt die brug die hier moest komen er nog even niet. Goedenavond, ook in Gelderland vandaag. Een landgoed, het kost wel wat. Toch zijn ze in onze provincie erg in trek. Dit ligt omringd door natuurgebieden en heel veel bossen, maar het is een open plek. Wauw. Vreselijk effectief wapen was ook met de bijl. En daar wordt mee gezwaaid in Nijmegen. Die stad is weer eventjes in de middeleeuwen. Een blunder van je welste in park Lingezege bij Elst. Een brug die besteld was voor over de rivier de Linge blijkt te kort te zijn. En die zo'n klein beetje ook, meters te kort. Die brug kostte tienduizenden euro's. Hier zou hij moeten liggen. Maar de bestelde brug gaat de overkant niet halen. De parkorganisatie misrekende zich met maar liefst 8 meter. Het kan niet waar zijn, werkelijk niet. Je kunt over de Linge springen. Kan toch niet waar zijn? 8 meter kort. Ja, dat is wel heel veel tekort. Dus die mensen zijn een beetje dom die dat berekend hebben, ja. Ja, dat is, als je naar de overkant wordt, is dat toch een probleem, ja. Er is, laat ik er geen doekjes omwinden, er is een fout gemaakt. En ik kan hier laten zien wat er is gebeurd. Kijk, hier loopt de Linge. En hier aan de linkerkant, daar is een natuurvriendelijke oever aangelegd. En die heeft een breedte van 1,08 meter. Dat kan je zien. Hè? Zo was de oever eerst. Die liep helemaal door. En er is een oude tekening gepakt toen er een brug ontworpen moest worden. Een foutje dus. De brug kostte 40.000 euro. Maar dat geld is de parkorganisatie niet kwijt. We hebben de brug verkocht aan de gemeente. De gemeente had precies die brug nodig die wij hadden. Pas precies op de plek hier vlak in de buurt. Daar wordt die neergelegd. En we hebben zonder onkosten te maken hebben die brug doorverkocht. En die wordt daar dit najaar neergelegd. Dat is wel een beetje geluk bij een ongeluk, hè? Ja, soms mag het zo wezen. Ja, de tekorte brug ligt nu nog in een opslag en krijgt binnenkort dus een nieuw plekje bij Elst. De crisis die is nu echt voorbij. Dat merken ook de mensen die op een landgoed wonen en van hun stulpje af willen. Een kwart van alle te koop staande landgoederen in ons land ligt in Gelderland. En juist onze provincie is populair. Mensen zien gewoon waar ze in het Westen voor een beetje een penthouse vaak miljoenen euro's kwijt zijn. Kunnen ze hier een compleet landgoed verkopen met eigen zwemvijvers, poolhouse, edelherten in de tuin. In een koninklijke omgeving. Je krijgt in Gelderland dus waar voor je geld. Maar wat kost nu zo'n landgoed? Gemiddeld gaat een landgoed in onze provincie van de hand voor 9 ton. Maar dat is toch nog ruim onder de gemiddelde vraagprijs van 1,5 miljoen euro. En ook Bert Albers heeft zijn landgoed te koop staan in Emst. Dat kost meer dan 3 miljoen. Maar het goede nieuws over de aantrekkende verkoop geeft hem veel hoop er snel vanaf te zijn. Dit grasland hoort erbij, wat begrensd wordt door het GLK, Gelders Landschap Kasteelen, Kroondomeinen. Achter ons hebben we de gemeentelijke bossen. En dan draaien we zo hierheen. En we hebben daar de akkers met de kerstbomen. Het grenst tot aan de achterste bomenrij. 15 hectare grond met een aardig optrekje erop. Dat is landgoed Wildlust. Bert Albers heeft het sinds 2006, maar sinds een maand staat het te koop. Er waren twee gegadigden. Eentje die is niet komen kijken. We hebben een tweede gegadigde, die zijn er 2 keer komen kijken inmiddels. En er loopt een bod. Dit landgoed heeft dus een vraagprijs van meerdere miljoenen. Als je een landgoed definieert met 1 hectare grond en een oud huisje, dan kom je in de buurt van die 9 ton. Als je gaat kijken naar 15 hectare met een prachtige mooie woning, met een mooi aangelegde tuin, tuinhuisje, zwemvijvers enzovoorts, dat je dan in een hogere prijsklasse terechtkomt. Het is eigenlijk de piramidevorm. In de lage prijsklasse kunnen wat meer mensen kopen. De top van de markt haalt natuurlijk maar een paar kopers over. Dus de vraag naar wat goedkopere landgoederen is natuurlijk nog altijd groter. Er zijn meer kopers voor dan de hele exclusieve dure landgoederen. Meestal zit er wel wat onderhandelingsruimte in de prijzen. Het gemiddelde landgoed wordt voor zo'n 10% onder de vraagprijs verkocht. Maar Albers is niet van plan om veel te zakken. Vindt men het niet waard, dan houdt het op. Wij vinden het een unieke plek en dat heeft een bepaalde prijs. Ja, en dat verkopers zoals Bert Albers niet zo snel bereid zijn om water bij de wijn te doen, blijkt wel uit de gemiddelde verkooptijd. Die is bij een landgoed nog steeds meer dan een jaar.
Het Gebroeders van Limburg Festival is dit weekend weer in de binnenstad van Nijmegen. En zoals ieder jaar doen honderden vrijwilligers mee om de sfeer van de middeleeuwen weer tot leven te wekken. Maar wie zijn nu die mannen en vrouwen die verkleed teruggaan in de tijd? Ieder gerespecteerd middeleeuws festival die heeft ze. De nar. Ik ben gewoon veel te. De chirurgijn. Best kijken. Ruiken en proeven. En natuurlijk de ridder, het meest aansprekende icoon van de middeleeuwen. En ik heb meegenomen diverse hellebaarden. Ridder Dolf heeft bijvoorbeeld een voorliefde voor wapens en laat het ook graag zien. Vreselijk effectief wapen was ook met de bijl. Kwam verschrikkelijk hard door, omdat het metaal voorop zit. En met een zwiepende kracht komt hij ook goed diep door in een helm. Maar de chirurgijn is in het dagelijks leven werkzaam in het ziekenhuis. En dat verklaart zijn fascinatie voor de middeleeuwse dokters. Je kon in de leer gaan bij een leermeester, meesterchirurgijn. Dan kon je chirurgijn worden. Op een gegeven moment had je een studie gevolgd, was je vakbekwaam, mocht je een eigen praktijk openen. Ridder Dolf die heette in het echte leven Dolf Schinkel, bezeten van de middeleeuwen. En in het echte leven zou hij de hoffelijkheden van de middeleeuwen graag terugzien. Ik blijf liever in deze tijd, maar wel met wat hoffelijkheid en wat normen en meer waarden. En dan wil ik geen moraalridder zijn, want bedoel, dat wil ik absoluut niet. Maar als wij ons allemaal een klein beetje inhouden en een klein beetje gedragen, zal het alleen maar zijn in het verkeer bijvoorbeeld. Dan zullen we toch al heel veel met elkaar kunnen winnen. En zometeen een kijkje achter de schermen hier bij het nieuws. We hielden vandaag namelijk een open dag. Ik had het allemaal een beetje kleiner verwacht. Maar ik vind het mooi, het is groot, het is leuk om een keertje te zien. Straks dan ziet u nog veel meer. Maar eerst een ravage in Arnhem. Een dure sportwagen reed daar een tapijtzaak binnen. Die auto knalde het magazijn in van de zaak aan de vlammen over. De gevel en een aantal stellingen raakten beschadigd. Ook de auto heeft flink wat overgehouden aan de klap. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. De politie weet wie de man is die gisteravond in elkaar zakte in Wageningen. De hele dag was de politie op zoek naar zijn identiteit. Blijkt een Wageninger van 50 te zijn. Vermoed wordt dat hij aan het hardlopen was op de Lawikse Allee. Voorbijgangers die vonden hem daar, maar hij had geen idee bij zich. Uiteindelijk kon de politie in zijn mobiele telefoon kijken en zo is zijn familie opgespoord. En tientallen mensen zijn vandaag het Apeldoorns kanaal ingesprongen. Niet vanwege het lekkere weer, maar voor het goede doel Swim to Fight Cancer. 1500 meter moeten ze afleggen. En vandaag zwommen ze die afstand voor de eerste keer om te oefenen. Omdat het niet zonder gevaar is om in open water te springen, was vandaag de generale repetitie voor de grote dag over 3 weken. Je hebt hier te maken met de stroom. De stroom van het water, de wind. Als je verderop gaat die kant op, want je gaat straks onder die brug door. Dan heb je een soort sluis tussen een aantal grote appartementengebouwen. En daar wil nog wel eens lekker de wind doorheen gaan. Op 18 september liggen er een kleine 200 mensen in het kanaal om geld op te halen voor kankeronderzoek. En het gaat goed. De teller staat nu al op 56.000 euro. Hoe mooi is het om daaraan te werken? En wie heeft niet in zijn familie of vrienden te maken gekregen of zelfs te maken met kanker? En als je daar dan op deze manier voor in kunt zetten, zal het wel heel mooi zijn. Het was even buffelen, maar dan komt de eerste weer aan wal. Koud. Vies, troebel. Maar sommigen krijgen er niet genoeg van. Dus we gaan nog een ronde. Ja. Nu we er toch zijn. Hier bij Omroep Gelderland maken we nu zo'n 20 jaar tv. Reden voor een feestje. De komende week zenden we daarom oude programma's nog een keer uit. En we blikken bijvoorbeeld terug met oud-presentatoren. En vandaag was het feest voor u. Want we gooiden onze deuren open voor kijkers en luisteraars. Een open dag. En honderden mensen kwamen daarop af. In Arnhem is een trolleybus tegen de Eusebiuskerk aangereden. Nou, nu... Nee, het is ook niet waar, maar dat moet je... Ach, het oefenen gaat nog niet helemaal vlekkeloos, maar met de nieuwsgierigheid zit het wel goed. Rijen belangstellenden stonden vanochtend op de stoep om eens achter de schermen te kijken bij Omroep Gelderland. Dit is dus onze nieuwsstudio. Als u regelmatig kijkt, dan herkent u het allemaal wel. Maar liefst 400 mensen kwamen kijken. En ze kregen direct ook nieuws, vers van de pers. Voortaan, vanaf 5 september, als je om 5 uur inschakelt, krijg je een nieuwe nieuwsuitzending die dan natuurlijk vervolgens in de carousel gaat. En ook hier wordt druk geoefend, want wie weet zijn dit wel onze toekomstige collega's.
Ik was nog nooit in de studio geweest of zo, dus... Ik had het allemaal een beetje kleiner verwacht. Maar het, ik vind het mooi, het is groot. Het is leuk om een keertje te zien. Ja, het is heel leuk om een kijkje achter de schermen te zien hoe het nieuws gemaakt wordt. Hoe televisie gemaakt wordt, hoe radio gemaakt wordt. De open dag vandaag, en dat hebben we geweten, want de studio staat echt... Nokkievol. Bommetje, bommetje. Goedemorgen allemaal nogmaals. Maar de kerk waar Omroep Gelderland in gehuisvest is, heeft ook veel herinneringen. Zo werd mevrouw Derkse Dekkers van 91 jaar oud tegenover het pand geboren. En hier binnen? Ik ben dan hier getrouwd in deze kerk. En ik heb hier ook mijn bruiloft gevierd. Toen ik 25 jaar getrouwd was, heb ik hier gevierd. Mijn ouders hebben hier de 25 jaar gevierd. En dan is het natuurlijk leuk om Harm Edens te ontmoeten, maar ook om na al die jaren weer een dagje binnen te kunnen kijken. Ik vind het heel erg leuk dat ik dit gezien heb. Ik ben er ook een klein beetje ondersteboven van. Ja, wij ook. En bedankt voor uw komst. Ja, het was een mooie dag. En er is nog nieuws over Omroep Gelderland. Want op de radio stopt presentatrice Corine van Dijk eind dit jaar met haar ochtendprogramma. Dat wist u waarschijnlijk al, maar we kunnen nu melden dat Nieke Hoijtink haar gaat opvolgen. Vanaf 1 januari is dat. En is het vandaag gewoon zaterdag. De meest opmerkelijke en op belangrijke verhalen die komen nog één keer voorbij. Dit is ons weekoverzicht. Huldiging op huldiging op huldiging voor onze Olympische kanjers Elis Lichtlee uit Eerbeek en Jelle van Gorkum uit Lichtenvoorde deze week. In Amsterdam, maar vooral ook in hun eigen plaatsen. Echt heel gek, heel onwerkelijk. Het is zo mooi dat zoveel mensen hierheen komen, speciaal voor mij. Ja, het is echt geweldig. We hebben natuurlijk een obductionsergebnis, maar inwieweit daar een samenhang met de verabreiching dieses werkstoffes besteedt, dat kunnen we im Augenblick wirklich nog niet zeggen. En daarom worden 5 verdachte zaken van patiënten die in behandeling waren bij de Duitse natuurgeneeser Klaus Ross verder onderzocht. Daar zit ook de zaak bij van de man uit Apeldoorn, die inmiddels is overleden. Dit was de notenboom, ja. Helemaal om. Een kleine tornado trekt over Vorden. Naast deze notenboom gaan nog tientallen anderen om en breken takken af. Niemand raakt gewond. Ja, zwaai je nog even naar mama en papa en kom maar, kom maar. We gaan weer naar school, althans de regio Midden. De eerste schoolweek is meteen een warme en daarom wordt er al snel een tropenrooster ingesteld. Maar naast warmte is er ook regen deze week. En daar zitten de bloemencorso's niet op te wachten. Want hoe versier je een praalwagen als de bloemen nat zijn? Nou, je stopt ze in de centrifuge. Ja, het is eigenlijk een heel oud idee, wou ik haar zeggen. Onze groep die bestaat nu 41 jaar. En we hebben er natuurlijk wel vaker natte zomers meegemaakt. Niks mis mee. En zijn ze nu ook droog? Goed maar. Bijna. Nou, en dan leg je ze op de krant en dan zijn ze wel droog. Ja, het weer dan nog. Een warm dagje vandaag. Maar een hittegolf heeft Gelderland net niet gehaald. Wat de vooruitzichten zijn, dat horen we nu van Monique Wilms. Zondag en ook maandag wordt de tropische warmte geleidelijk aan verdreven. Maar vanaf dinsdag lijkt de warmte weer terug te komen. Dus het is nog lang niet gedaan met de zomer in Gelderland. Nou, vandaag hadden we al een heel fraai weerbeeld met geen strak blauwe lucht. Af en toe wat sluierwolken. Maar over het algemeen kwam de zon toch wel heel erg goed aan bod. En dat was niet alleen bij ons het geval. Dat was eigenlijk een heel groot deel van Europa. Echt een flink deel van Europa waar het echt stralend zonnig was vandaag. Nou, in de Benelux is af en toe wat sluierwolken. Dat zagen we in Gelderland ook. Eigenlijk zien we dat niet heel goed terug op dat satellietbeeld, maar af en toe trok er dus wat sluierbewolking over op grotere hoogte. Maar dan scheen de zon gewoon prima doorheen. Nou, vanavond en vannacht, ja, het is wel hele onstabiele lucht. Dus we zien vanavond en vannacht dat er her en der een pittige regen- of onweersbui tot ontwikkeling kan komen. Gebeurt lang niet overal, maar het is wel overal best wel lange tijd warm. Het koelt maar weinig af. Het is een echte plaknacht met minimumtemperaturen zo om en nabij de 20 graden bij weinig wind. Nou, en dan morgen overdag ja, een paar wolkenveldjes nog uit de nacht. En ook overdag ontstaan een paar stapelwolken. Het is vriendelijk weer, want de zon krijgt tussendoor flink de ruimte. En ook houden veel plaatsen droog. Misschien in de ochtend een bui uit de nacht nog. En misschien in de middag her en der verspreidt een enkele bui. Maar over het algemeen is het een fraaie dag met flink wat ruimte voor de zon tussendoor. Temperaturen komen uit op zo'n 25 graden in het rivierengebied. Tot nog 28 graden in de Achterhoeken. Daar wordt het warmst. En dan de dagen erna, maandag meer wolkenvelden en lagere temperaturen. En daarna flink wat zon en weer die zomerse warmte.
En dit was Gelderland Vandaag, waarin u zag dat een brug die gepland was over de Linge bij Elst veel te kort blijkt te zijn. Er is een verkeerde tekening gebruikt. De brug die kostte 40.000 euro. Tot zover voor nu op tv, maar online natuurlijk nog veel meer via de app of de site gld.nl. Dit was het, maar blijf vooral kijken, want zometeen ben ik er alweer. Dan in een heel ander pak. Dan ga ik parachutespringen bij het NK op het vliegveld in Teuge. En dat was best spannend. Mooie avond.